terug naar de basis. Nathalie, finaliste van Idols. Jij hebt vandaag een optreden verzorgd. Ja. Waar was het? In Rotterdam. Jouw hometown. Yes. En wat zag je daar, wat verwachtte je daar en hoe ging het allemaal? Heel goed. Ja? Ik had verwacht, ja, het is misschien zo vroeg. Hoe vroeg was het dan? Ja, 2 uur, maar toch. Ik ben al best wel lang wakker dan, hoor, om 2 uur. Ja, ik ook, hoor. Kijk, we zien dat je hier opkomt. Nou, de mensen zijn hartstikke enthousiast. Waar was het in Rotterdam? In Leuvenhof. Leuvenhof. En wat heb je gezongen daar, in de Leuvenhof? Een heleboel. Ik heb Proud Mary gezongen. Staying Alive. And I'm telling you. Oh. And I'm still standing. Van Elton John. Van vier, vijf nummers gezongen. En Alicia Keys, ja. Wauw. Er is een probleempje. Je wordt hees, dat zei net tijdens de film, zit ik groot gewoon op tafel. Wat ga je er nu aan doen? Want die stem moet het nu deze week trekken. Er gaat toch een wonder gebeuren. Er gaat een wonder gebeuren? Ja. Als ik toch iets wil, moet ik het toch hebben. En, ik vind dat je zo pittig praat. Ja. Oh, sorry, oké. Dit is goed. Als ik toch iets wil, dan wil ik het hebben. Nee. Okay, als ik toch iets wil, dan wil ik het hebben. Oké. Okay. Als jij, ja, want don't mess with you. Nou, don't mess with me. No, darling. It's all yours. We hebben jou gevraagd naar favoriete optredens en beste optredens. Ik denk dan, dat is hetzelfde. Dat is niet het geval. Want jouw favoriete optreden is And I'm Telling You. Ja. Kijk even naar je eigen beelden en vertel waarom dat nou je favoriete optreden was. I don't wanna be free. Waarom dit nummer? Men zegt, men vergeet nooit de eerste dag, de eerste uur, als je zoontje of dochter de eerste stap doet. En dat is ook met mij. Het was de eerste liveshow. Ja. En daarom ga ik het nooit vergeten. En het was ook, ja, het ging echt goed. Ik heb het zo precies zo gedaan hoe ik het wou. Dit nummer komt uit Dreamgirls. Ja. Dit is een van de mooiste nummers uit die musical. Ja. Er is een film van Dreamgirls. Waarschijnlijk komt Dreamgirls ooit eens een keer. En ik denk dat het echt wel gaat gebeuren. In een theater. Als Joop van der Ende of Albert Verlinde jou zou bellen om te vragen of jij bereid bent om die rol 8 keer in de week te doen. Is dat je passie of zeg je nee, ik wil in de top 40 staan? Mijn passie is op top 40 te staan. Okay. Ja. Dat is eigenlijk sowieso op de eerste punt. Maar mocht ik dat doen voor een korte periode, kan ik het doen. Lekker 1 keer maar in de week. Nee. Dat lijkt me wel leuk. Nee, maar ik begrijp het wel. Het is een mooi nummer, maar om dan meteen helemaal iets anders te gaan doen. Want jij wil nu gewoon die popster worden. Ja. Zoals je daar stond als Tina Turner. Nou, niet als Tina Turner. Als jezelf. Maar je zong wel Proud Mary. Dan kijken we ook nog. Dat vond jij je beste optreden. En ik eerlijk gezegd ook. We kijken even. Walking for a man every night and day, and I never lost one minute of sleep. Felt with my the way things might have been. They will keep on turning, turning. Well, I'll never get no break. Burning, rolling, rolling, rolling on the wind. Rolling, rolling, rolling on the wind. Get up. Het is energie, hè? Het is power, hè, op die bühne. Hè? Je gaat er helemaal voor, heerlijk. Wat doe je? Sorry, ik denk ik ga Nathalie paraplu maken. Oh, ja, dat is toch leuk? Dan kan je hier, nou, misschien kan je mezelf even. Misschien wil je mijn paraplu signeren. Ja. Dit is namelijk een van de gadgets. Dan kan je zelf iets moois maken van je paraplu. En als ik nou. Ja, het is een soort verfje. Oh, okay. Ja, het is, ik weet ook. Dan kan je iets moois maken van je paraplu. Vind je dat niet leuk? Ja, echt inhoudelijk is het niet. Maar het is wel dat je. Heb jij nog een leuke gadget? Ja, ik heb. Nee, ik wil gewoon over. Is het rotzooi? Mag je ook zeggen hoor, dan gooi het weg. Dan gooi je het gewoon weg. Nee, het is het niet. Nou, het is werkelijk. Kijk, want hier, dit is dan wel. Nou, daar staat dan een L op, maar ik kom niet verder dan de L van Nathalie. Van Nathalie. Nou, weet je, ik vraag het wel even straks. Maar dit is toch hartstikke leuk voor kinderen. Ja.
Komt er nog een tatoeage bij? Ja. Welke naam? Geen naam. Wat wordt het dan? Wat, is er nog een plek over, laat ik het zo zeggen? Ja, in mijn rug wil ik graag eentje. Wat moet het worden? Een dolfijn die uit het water springt. Een paar druppeltjes water wil drinken. Oké. Okay. Ja, ik weet dat het veel is, maar het is de laatste. Ja. Hoeveel ja, heb je er eigenlijk? Is het alles wat we kunnen zien of heb je er nog meer? 1, 2, 3, 4. 4? 4. En je wilt nog een vijfde dolfijn. Ja. En waar zit die vierde? Oh, die zit daar. Ja, en de dolfijn zit al in je neus, hè? Ja. Je mag nu, en dat ga ik ook straks aan Nikki zeggen, de camera inkijken en een woord doen tegen het publiek. Het is jouw moment. Goedenavond allemaal. ja, hallo. Echt, eerst wat ik wil zeggen. Bedankt. Zonder jullie allemaal kon ik niet zo ver komen. Zonder jullie kon ik niet vandaag bij de finale staan. Dus echt hartelijk bedankt. En als jullie mij nog steeds willen steunen en mij als idool 2018, alsjeblieft stem op mij. Op 5-6. 5-6.